paarse en groene lijntjes verhelpen in Lightroom. En wat zijn die paarse en groene lijntjes dan? Dat is chromatische aberratie. En wanneer heb je daar last van? Nou, daar heb je voornamelijk last van als je veel fijn lijnwerk in je foto hebt, zoals hier boven bij de bomen en dat daar veel licht langs komt. En dan heb je het met name aan de randen van je foto. Als ik eens goed inzoom op bijvoorbeeld de takken, dan zie je wat er gebeurt. Allemaal paarse en groene lijntjes rondom de takken. En hoe komt dit nou? Dit ligt gewoon aan de lenzen in het objectief. Ze kunnen het licht niet zo mooi afbreken, waardoor het ook gewoon net niet goed valt op de sensor. En dat resulteert in deze lijntjes. Maar ze zijn eigenlijk heel simpel te verhelpen. Wat je moet doen, je gaat naar lenscorrecties en daar heb je verschillende opties. Je hebt bijvoorbeeld een vervorming, maar je hebt ook rand verwijderen. En dat is nou net wat wij moeten hebben. Je ziet twee groepjes, je ziet een paars groepje en je ziet een groen groepje. Hey, drie keer raden. Wij hebben ook paarse en groene lijntjes. En het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Wat ik altijd eerst doe is de paarse slider gewoon helemaal open schuiven, zodat het kleurbereik eigenlijk heel groot wordt. En vervolgens ga ik gewoon aan de hoeveelheid trekken. En je ziet dat mijn paarse lijntjes verdwijnen. En als ik nou denk op een gegeven moment van hé, hey, hier zijn ze weg. Nou, dan vind ik dit goed. Kan ik het zo laten? Nee, is niet verstandig. Ik ga gewoon de paarse slider bijschuiven totdat ik ze ga zien. Kijk, hier komen ze weer terug. Nou, dan heb ik in dit geval rond de 40. En ook aan de andere kant ga ik schuiven. Net zolang totdat ik een beetje de grens heb gevonden waar ze wel en waar ze niet te zien zijn. En dat is in dit geval 66. En dat doe ik ook bij groen. Dus ik haal het bereik helemaal open. Wat als je dit laat staan? Als ik dan bijvoorbeeld aan de hoeveelheid ga trekken, je ziet dat er eigenlijk niks verandert. Het bereik hieronder van groen is te klein om iets te doen. Maak ik het zo groter, dan werkt het ook. Maar nou is eigenlijk mijn correctie te groot. Dus ik trek het bereik helemaal open en met de slider ga ik kijken waar ik precies moet zijn. En vervolgens ga ik met het bereik aanpassen waar de grenzen liggen. En zo is het verholpen. Althans, op dit stukje. De vraag is, is het natuurlijk gewoon in de hele foto weg? Nou, dat heb je zo gezien. Je gaat gewoon naar een paar andere plekken. En je ziet hier dat het bijvoorbeeld nog wel last is. Je ziet hier nog vrij veel rood. Waarom zie je dat hier rechtsboven niet? Behalve een paar takken. En hier voornamelijk wel. Nou, dat komt omdat het in dit stuk van de foto is heel ander licht. Maar geen probleem. Ik ga gewoon nog een klein beetje fine-tunen. Ik kijk eerst of het in mijn bereik zit. Dat zit het niet. En vervolgens pak ik het gewoon aan. En je gaat gewoon op zoek naar waar ligt nou jou, jouw correctie. En zo ga je dus verschillende delen van je foto af en ga je kijken wanneer ben ik er nou vanaf en wanneer niet. Zou ik nu een afdruk gaan maken, dan heb ik natuurlijk een afdruk gewoon zonder chromatische aberraties zoals ik hem wil hebben. Zet ik het effect bijvoorbeeld nog even uit en aan, dan zie je eigenlijk pas het verschil. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.